Oké, welkom bij deze tutorial. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je flink wat geld kan maken in een korte tijd. Als eerst ga je naar Windward Isle. Dat ligt in de Jade Forest, wat in het nieuwe Pandaria gebied ligt. Dit is hetzelfde plek waar je de Cloud Serpent dailies doet volgens mij. Ja, ik doe ze niet dus ja. Maar hier doe je dus ook die Cloud Serpent dailies en hier farmen mensen ook die eieren. Nou, wat ik hier aan het farmen ben is niet de eieren, maar zijn de mines. Hier beneden heb je ontzettend veel mines, je hebt kans op trillion veins, je hebt rich coast iron deposits en je hebt normale coast iron deposits. Ik kan ongeveer 40 stacks in een uur farmen, dat is heel veel. Je moet wel doorfarmen dan, dus niet lekker chatten in de guild en weet ik het allemaal. Nee, lekker doorfarmen. En dan die stacks verkoop ik voor of 100 goud per stuk, of ik ja, laat ze prospecten door een van de geweldige jewelcrafters in de guild. Ja, de mines respawnen ongeveer elke minuut. Dus je hebt nog niet eens tijd om ze allemaal op te pakken. Ik weet niet, kijk hier op mijn map. Je ziet ze, het zijn er echt niet normaal veel. Ja, voordat je ze allemaal hebt opgepakt zijn er alweer nieuwe. En zoals ik zei, je hebt ook kans op een trillium vein. In die trillium vein zit een white of een black trillium hoor. Heb je 6 trillium bars, dan kun je een living steel maken. En die verkopen ook weer voor 800 goud per stuk. Op mijn server dan. Ja, het is echt flink goud maken met deze manier. Zo kun je ook je mining snel van 500 naar 600 levelen. Ja, ik was even vergeten dat de cap was. Maar zo heb ik dus snel wat goud gemaakt. Ik zit nu op de 8,5k. En ik begon met 0, zowat. Ik had echt nog maar 200 goud over. Ik had net mijn expert riding gekocht. En ja, dit is hoe ik mijn goud maak. Thanks for watching.